Holy shit, daar zitten ze. Zo, daar zijn jullie. Jij bent het weer? Ja. Waarom doe je dit? Ja, wat moet je van ons? Nee, wacht, waarom doe je dit? Waarom doe je dit? Ik heb jullie geld nodig. Heb je ons geld nodig, alsjeblieft? Ja, ons geld, alsjeblieft. Luister, Iris. Kom weg, Iris. Iris, het komt goed. Iris, het komt goed. Jullie konden de tijd om me geld te geven, ja? Beste kijkers van Dus David Craft, welkom bij deze nieuwe Mindtopia video. Mijn naam is Jamal en ik ga vandaag de upload overnemen van David. Want die zit gezellig met een cocktail in zijn hand op het strand in een warm land. Daar heb ik even over nagedacht. Super tof natuurlijk, dus laten wij sowieso de 10.000 likes proberen te halen voor hem. Als een soort cadeautje. Als hij gewoon terugkomt in Nederland, dat hij achter zijn computer gaat zitten en dat hij denkt van... Holy shit, 10.000 likes, super vet. Toch? Dat zou toch heel tof zijn. In ieder geval, laten we dat proberen te halen. Doe even dat duimpje omhoog als we de 10.000 likes halen. Zou super tof zijn. Vandaag ga ik een avontuur beleven. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Jamal. Misschien ken je me wel van de Kingdom Yennava. Daar ben ik koning Jamal natuurlijk. Oh, die verdomde David. Ja. In ieder geval, en in Mindtopia ben ik natuurlijk degene van de Blauwe Straat. En wethouder van Sunnyvale en noem het maar op. Eigenlijk is er een beetje een strijd in Mindtopia natuurlijk tussen de Rode Straat en de Blauwe Straat. Nu is dat de laatste tijd, valt dat eigenlijk wel mee. Ik heb de laatste tijd wat meer problemen met andere organisaties. Namelijk een criminele organisatie. Die gewoon neutraal is, maar wel uit is op geld. En ik heb geld natuurlijk. Ja, ik zal het even uitleggen vanaf het begin. Ik ben dus laatst overvallen. Ik heb serieus een geweer tegen mijn hoofd gehad. Ik moest 500.000 euro betalen. Ik ben naar het bos hier in Mindtopia gebracht. En ik moest het gewoon doen, anders werd ik vermoord. Toen kwam Bart. En Bart is mijn rechterhand. Eigenlijk helpt hij mij met alles hier in de Blauwe Straat. Eigenlijk om al mijn zaken en bedrijven op te zetten. Hij heeft mij gered. Hij heeft met een pistool alle mensen, alle criminelen die mij onder schot houden... heeft hij eigenlijk vermoord. Maar daardoor is eigenlijk het probleem alleen maar groter geworden. Nu is natuurlijk die criminele organisatie is heel erg boos, want er zijn mensen dood door ons. Dus ja, je kan het wel raden. Ze zijn dus op zoek naar Bart en naar mij en vooral naar mijn geld, want ze willen natuurlijk heel erg betaald worden. Dus ik hoop dat er niks meer gaat gebeuren nu in deze aflevering, dat ik niet meer, sowieso nooit meer contact ga krijgen met die criminelen. Maar ja, ze zijn denk ik wel echt boos op ons, want ja, door ons zijn nu eigenlijk gewoon mensen dood, zeg maar. Ja, lekker handig. In ieder geval, laten wij even een stukje gaan kijken wat er de afgelopen tijd bij mijn avonturen gebeurd is. En ja, wat je van die criminelen kunt verwachten. Let's go. Nou ja, oké, ik moet het dus aan gaan vullen. Heel belangrijk, dat ga ik dan maar gewoon even halen bij MyFood. Ja, want ik heb een nieuwe bestelling binnengekregen, dus dan ga ik dat gewoon daar halen. Dat is handig om zelf een supermarkt te hebben. Super vet, en die IKEA Tech, daar moet ik ook nog binnenkort wat kopen, want ik moet nog wat camera's hebben. Dag meneer Small, why waren we all op zoek naar u? Wat heeft dit te betekenen? Dit is een overval. Good morning, meneer Small. Lekker te slapen? Waar ben ik? Zeg het me, waar ben ik? Geef je wat wil je nou van me? Wat willen jullie van me? Buile idioot je bent. Jullie zijn niet van de Red Street of... Wij zijn veel erger dan. Waar zijn jullie dan wel van? Wat willen jullie van me? Geld. Een 500.000 euro. Wat? Ik moet gewoon met rust, hè? Wat? Wat? Zo'n schiet altijd met shit. Zomaar, pak die kut. Bart, wat doe je? Wat heb je gedaan? Ja? Ik heb mensen vermoord. What the fuck? Weg hier. Rennen, kom op. Wat de fuck? Ik heb een geweer in mijn hand. Wat? Je hebt me gered. Small. Thanks. Ja, dat dus. Welkom in de Blue Street. Ik ga jullie vandaag even laten zien wat hier in de Blue Street eigenlijk allemaal te doen is. Want misschien zie je het wel steeds dat de mensen hier gewoon voorbij lopen. David loopt hier ook wel eens voorbij. Maar wat is hier dus eigenlijk allemaal precies in de Blue Street? Ik ga het allemaal vanaf het begin uitleggen. Nou, ten eerste heb je natuurlijk die flat hier. Dit was eerst trouwens ook mijn plot, maar die heb ik verkocht aan David, omdat de V deze heel erg graag wou. Snap ik ook wel, want ze hebben natuurlijk het huis hier met de mooie roze ramen. En hier aan de overkant begint eigenlijk al de Blue Street. Hier hebben we natuurlijk de vis. En dat was eigenlijk een viswinkel. Dat was gewoon een viswinkel waar, ja, gewoon vis te koop was. Maar op een gegeven moment is die failliet gegaan. Ging ze weg. Gewoon omdat, ja, MyFood, hè. MyFood, mijn winkel, mijn supermarkt. Daar kwam gewoon eigenlijk iedereen om eten te kopen. Dus hebben wij dit plot overgekocht. Namelijk iemand voor de Blue Street genaamd.
Even kijken. Ja, gewoon Kiam. En ik kan er natuurlijk ook op. En dan wordt dit een botenwinkel. Een botenwinkel. Super vet idee natuurlijk. Want natuurlijk komt Sunnyvale eraan. En er is water tussen die twee dorpjes. Dus hoe vet is het dat je gewoon een eigen bootje kunt nemen om daar naartoe te varen. Zodat je geen geld hoeft te betalen voor de tol eigenlijk gewoon daar in de tunnel. Super chill. Dus dit is de botenwinkel. Binnenkort gaan daar dus boten te koop gesteld worden. Super tof. En ik heb er echt sowieso zin in om opnames te maken. Ook gewoon lekker met dat bootje. Lekker varen langs dat strand daar. Super tof. Nou, wat je hiernaast hebt is een café van Robin Ashcroft. Is alleen echt nooit open. Ik weet ook niet waarom. Het is volgens mij nog in verbouwing. Hij heeft daar volgens mij nog een factuur voor betaald van de bouwbedrijf. Dus ik ben benieuwd wanneer dat komt. Maar dit wordt in ieder geval een groter café als het goed is. Is op dit moment niet open en ziet er ook niet echt heel erg uit als een café. Dat was eerst de kiosk van V. En die is daar dus weggegaan. En het ziet er eigenlijk nog gewoon uit als een kiosk. Want het heeft eigenlijk alleen nog maar een balie met een kassa. Dus voor de rest zit er niet echt nog heel erg veel. Maar hier, dit is natuurlijk wel een heel gezellig dingetje. In de Blue Street, hier hebben wij de kerstboom. Kijk hoe vet het eruit ziet, jongens. Wat een sfeer. Kom, we moeten wel even zo in F1 bekijken. Holy shit, die kerstballen, die shinen als een motherfucker. Kijk. Ja, want we hebben daar natuurlijk allemaal cadeautjes hieronder staan. Super tof, lekkere sfeer. Maar wat we ook hebben is hier een kraampje. En hier kun je gewoon wat drinken. Dus hier heb je fitheid potion, €500. En hier heb je ook nog eens een keer een gratis Blue Street watertje. En ja, Blue Street watertje jongens, dat smaakt gewoon fantastisch. Nee, het smaakt gewoon hetzelfde. In ieder geval, hier liggen nog allemaal wat dingen. Zoals donuts en zo. Ziet er allemaal lekker uit. Volgens mij is het een donut. Of is het een taartje? Het kan ook een cupcake zijn. Ja, dit is chocolademelk. En dit is cola. Ja, past ook bij de kerstsfeer natuurlijk. En hier hebben wij een nieuw gebouw. En hier staat allemaal spam op. Dit gaan we niet naar kijken, naar dit bord. Maar hier hebben we een nieuw gebouw. Hier hebben we namelijk het gebouw waar we de Gapple Store willen doen. Bart is ook een van de mensen die hier gaat werken. Die heeft namelijk dit op zijn plot gezet. Super tof. Dit wordt dus de Gapple Store. En daar willen wij dus eigenlijk gewoon de wat duurdere elektronica spullen verkopen. Zoals bijvoorbeeld iPads, zoals iPhones. Ik bedoel, er zijn nu Nokia's in Mindtopia. Maar ja, sommige mensen willen natuurlijk ook wat luxere dingen waar je gewoon echt daadwerkelijk meer op kunt doen bijvoorbeeld. Wat duurdere telefoons. Ik denk dat dit echt wel een hele toffe plek is om dat hier aan te bieden. Misschien gewoon een lekkere, een gouden golden apple of zo als logo boven dit gebouw. Zou ik super tof vinden. Dus laten we even naar binnen gaan. Want ja, het is eigenlijk allemaal nog niet ingericht. Dit moet nog ingericht worden. Dit moet ook nog ingericht worden. Maar ik denk dat het wel een hele toffe locatie is om gewoon hier allemaal elektronica aan te bieden. Het is nog best wel groot. Ik bedoel, genoeg ruimte. Hier gewoon op de begane grond. Op de eerste verdieping kun je ook gewoon lekker rondlopen. En dan aan de overkant hebben wij dan natuurlijk het uitzendbureau. En daar ben ik eigenlijk gewoon gestart. Toen ik deze stad in ben gekomen, toen had ik eigenlijk alleen nog maar het uitzendbureau. Die heeft David toen aan mij gegeven. Dat was namelijk een gebouw van de gemeente. En ik mocht die gebruiken om dus het uitzendbureau te starten. En een uitzendbureau, ja, dat helpt natuurlijk heel veel mensen gewoon aan een baan. Super chill, dat is gewoon goed voor de economie. Want dan kunnen mensen ook tenminste werken. En ja, daar ben ik dus gewoon lekker mee begonnen met het uitzendbureau. En toen, ja, toen ik best wel weer wat geld had, toen ben ik dus de Minefood gestart. En dat is hier. Ja, ik vind het een heel erg tof gebouw. Laten we even kijken wat allemaal van binnen is. Hier zie je dus natuurlijk allemaal reclame voor het eten. Moet altijd gedaan worden. Natuurlijk reclame. En hier heb je gewoon binnen een mooie inrichting. En ja, er zit niet echt heel erg veel eten op dit moment in de kisten. Hier wel. Maar er zijn wat dingen uitverkocht. Dus ik moet nog gewoon lekker een... gewoon een bestelling doen bij de food court, bij de groothandel. En dan kunnen we aan de slag. We moeten wel even kijken of er wat in de kassa zit. Oh, jongens, ik kan geld jatten uit de kassa. Nee, het is gewoon mijn eigen geld, maar... ja, toch wel weer. Holy shit, gewoon weer 7000 en 4000. Het is gewoon €11.000 zit er in de kassa. Dat is niet verkeerd, jongens. Ja, dat is niet verkeerd. Nou, kijk, hier aan de overkant hebben wij nog een nieuw gebouw trouwens. Eens kijken, hier. Ja, dit is een nieuw gebouw. Ik vind hem niet heel erg mooi nog, gewoon omdat deze blokken niet heel erg mooi zijn. Maar ja, de kosten van het bouwbedrijf zijn allemaal veel duurder geworden. Dus ik kon die blokken niet meer betalen die we hier gebruikten. Dus ja, nu kan ik die wel eigenlijk weer betalen. Dus dat moet ik gewoon binnenkort aanpassen. En hier hebben we gewoon een kantoorpand. Dus eigenlijk kunnen hier gewoon heel veel bedrijven ingezet worden. Kijk, dit is gewoon echt best wel veel ruimte voor een bedrijf. Dan heb je hier nog een trap. En ik denk dat dit wel heel erg mooi is voor een receptie of zo. En hier heb je ook nog een kantoorruimte.
En dan heb je ook nog eens een keer dat boven met een heel erg mooi plafond. Want dit is namelijk een glasplafond. Dus best wel tof. Want dan kun je ook gewoon, als het nacht is en de sterren die staan in de hemel, dan kun je hier gaan liggen op de grond. En dan denk je, oh, wat heb ik een mooi leven. Want ik kan tenminste sterren zien vanuit mijn kantoor. Kijk, daar hebben we aan gedacht. Kijk, hier is ook een kantoorruimte. Nou, dit is ook best wel groot. Holy shit. En dan hebben we hier er ook nog één. Dus het zijn er gewoon 4. Super chill. Maar ja, moet gewoon binnenkort allemaal ingericht worden. Moet nog even naar gekeken worden wat er allemaal komt. Maar het gebouw staat er in ieder geval. Dus daar ben ik al blij mee. En dan, eigenlijk tot nu toe hebben we dan ook nog hier een plot hiernaast. Ja, daar is nog niks gebouwd. Die is laatst door Joey gekocht. Just Joey. Waarschijnlijk wilt hij die gaan verkopen aan mij. Dus dan kan ik dit weer uitbreiden. Dan kun je natuurlijk van het uitzendbureau plot en dit plot kun je gewoon één plot maken. Super chill. En ja, dan hebben we nog één bedrijf hier in de Blue Street. En dat is de Mine Loterij. Want wat is een straat, een succesvolle straat, nou zonder een loterij? Dat is namelijk hier. Kijk, hartstikke mooi ziet eruit met zo'n mooie bal. En dan zie je hier gewoon ja, de hoofdprijzen. Er is al een hoofdprijs uitgetrokken. En even kijken wat hier binnen nog allemaal... Ah, hey, jullie staan er ook! Hey, goeiedag! Hey, tof dat, dat jullie er zijn. Hoe gaat het hier voor de rest? Oeh, ja. Ik ben nog... wij zijn denk ik nog erg in shock. Ik ja, in ieder geval wel. Ja, ja precies. Het is heel heftig, maar ja, desalniettemin. Het gaat best prima. De zaakjes lopen weer. Het was een beetje ingestort. We hadden zelf ook geen zin meer om echt loten te verkopen, om het te pushen. Maar het begint weer een beetje te lopen. Mm-hmm. Ja, dat was vooral angst. Want ja, je weet... Kijk, nu is er bijvoorbeeld, staat hier iemand voor de winkel. Ja, en je weet niet... We waren heel erg bang dat, stel, hij had een gun bij zich. We konden niemand meer vertrouwen, laat ik het zo zeggen. Ja, weet je wat het ding ook is? Kijk, het is echt een traumatische ervaring ook gewoon. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ben er nog steeds van geschrokken, maar we moeten ook gewoon positief doorgaan. Oké, we zijn overvallen. Oké, we hadden een criminele organisatie achter ons aan. Maar we moeten nu ook gewoon onze zaken verder zetten. We moeten nu verder gaan met onze bedrijven. De Blue Street nog groter maken. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is, om gewoon weer daarop te focussen en zo min mogelijk proberen te denken aan wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat is precies. Wat de fuck, Bart? Wat is er? Wat is er? Een sms'je? Wat is er? Nee. Er staat in, jullie dachten dat jullie van ons af waren, met een foto van Iris erbij. Nee. Fuck. Ik dacht al, maar waar is hij al die tijd? We hebben haar net aangenomen hier. Fuck! Gast, Bart, ik dacht dat we er vanaf waren nu. Ah, wow. Ik dus ook. Maar het is toch jullie nieuwe medewerker, toch? Ja, klopt. We dachten al, waar is ze de hele Oké, luister. Bezorgd. Calm the fuck down. Oké. Jij komt binnenlopen. Je hebt een sms'je ontvangen van iemand van die criminele organisatie dat wij nog niet van ze af zijn. Luister, ja. Er zit een foto van Iris bij. Iris is jullie nieuwe personeelslid, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dan moeten we daar nu werk van maken, Bart. We moeten denk ik gewoon echt naar de politie gaan of zo. Hier. Wat moeten we hiermee doen? Wat moeten we de politie laten doen? Er staat ook bij, als je de politie waarschuwt, gaat ze dood. Fuck! Ja, maar wat moeten we anders, jongens? Wat kunnen we anders doen? Ik weet het niet. Fuck. Ja. Ik krijg een telefoontje, jongens. Telefoontje? Wij hebben iemand ontvoerd. Laat haar gaan! Oh, shit. Nee, wij zullen haar niet laten gaan. What the fuck? Wij zullen haar niet laten gaan. Alleen wij zullen 300.000 euro brengen naar de parkeergarage. Jullie hebben 200 seconden de tijd. 200 seconden? Of zij zal doodgaan. Nu gaan, we moeten nu gaan, Small. We moeten naar het parkeergarage, Tom. Wat de fuck moeten we doen? 200 seconden de tijd om Iris te redden in de parkeergarage, maar 300.000 euro? Parkeergarage dan? Bart, moeten wij gaan? Let's go. Wij willen niet gaan. Ik wil in ieder geval niet gaan. Wij houden hier de zicht. Wij letten op, oké? Okay? Inderdaad, let even op de Blue Street. Bart, kom op. Wees voorzichtig. Ja, gaan we doen. Wat? 200 seconden? Ik dacht dat het voorbij was. Ik dacht dat het voorbij was, Bart. Ik dacht... Oh fuck, 200 seconden om naar het parkeergarage te gaan. We moeten Iris redden, maar... Oké, ik moet pinnen. Ik moet 300.000 euro meenemen. Natuurlijk ga je dat niet betalen, man. Ben je helemaal mal geworden? Gast, ze is ontvoerd. Ze willen geld om haar terug te geven. Wat moet ik anders doen? Dat ga ik doen. Dat geld niet betalen, Samal. Oké, we gaan naar de parkeergarage, maar ik vertrouw op jou, oké? Dat het geregeld gaat worden. We moeten gewoon praten en we moeten vooral geen geweld gebruiken. We moeten ons hier uitlullen, oké? Valt niet met die gasten te praten, Samal. Ja, maar wat anders? Oké, vlug naar die parkeergarage, go. Oké, Bart, we moeten naar de parkeergarage. Maar is dit wel de juiste dan? Is dit wel de goeie? Ik denk het wel. Als het goed is, hebben ze dit gezegd in het telefoongesprek. Maar wat nou als ze ons daar vermoorden? Ik bedoel, dit is een plek, het is daar duister. Samal, als ik het niet overleef, zeg mijn moeder dat ik van haar hou. Ja, fuck jouw moeder. Gast. Wat? Ja, we moeten iemand redden daar. We moeten iemand redden. We hebben niet veel tijd meer. Kom, we gaan naar binnen.
Oké, okay, hier, dus man, voordat je gaat. Fuck, nee, hoezo geef je dat op straat? Ja, ik zou wel moeten, what the fuck, als straks schieten ze hier neer, jongen. Oké. Rustig, rustig. We moeten stil naar beneden lopen. Als we te veel lawaai maken, komt alsnog politie en gaan ze ons aanhouden, omdat wij ook wapens vast hebben, ja? Oké, rustig. Mogen concentreren. Ja, oké. Luister, wat is ons plan? Hey, iedereen neerschieten? Iedereen neerschieten? Wat ben je voor een idioot, man? Als wij hun niet neerschieten, schieten ze ons neer. Luister, gast, ik ben een zakenman. Het is niet de bedoeling dat ik mensen dood ga schieten. No shit, wij hebben dit ook niet veroorzaakt. Ik ga gewoon dat geld geven. Ik ga ze gewoon beloven, omdat... Tuurlijk ga je ze dat geld niet geven. Nee, ja, het is ook superveel inderdaad, maar... Oké, maar luister. We moeten oppassen. Ze zitten waarschijnlijk in één van die parkeerdingen. Ik bedoel, in één van die parkeer... Fuck. Jij doet links, ik doe rechts. Oké, jij gaat inderdaad rechts kijken. Leer. Shit, waar zouden ze moeten zitten? Ze zitten er nog niet. Maar we moeten niet meteen schieten. We moeten eerst in gesprek gaan, Bart. Ik ga dat geweer ook niet laten zien dat ik het heb. Jij gaat in gesprek met ze. Oké, ik ga in gesprek met ze. Weer weg. Holy shit, daar zitten ze. Zo, daar zijn jullie. Jij bent het weer? Ja. Waarom doe je dit? Ja, wat moet je van ons? Nee, wacht, waarom doe je dit? Waarom doe je dit? Ik heb jullie geld nodig. Heb je ons geld nodig, alsjeblieft? Ja, ons geld, alsjeblieft. Luister, Iris. Iris, het komt goed. Iris, het komt goed. 10 seconden de tijd om me geld te geven, ja? 10 seconden de tijd. Laat haar los. Laat haar los. Even. Wat moeten we doen, Bart? Laat haar los. Nee. Ik weet het niet. Blue Street Family is hier. Holy shit. Bart schiet. Holy shit, je hebt me vermoord. Holy shit, jongens. Blue Street. Fuck, schiet ze neer. Oh, jullie zijn allemaal gekomen! Jullie komen om ons te redden, holy shit! Oh nee! Bart, je hebt hem vermoord, die gast! Nee! Ik moest wel, ik kon niet anders! Dion, Matthijs, Joey! Oh, jullie zijn allemaal gekomen, holy shit! Er is nog iemand daar, een bom! Ik heb hem! Holy shit, ik heb iemand vermoord! Ik heb iemand vermoord, Bart! Jullie zijn veilig, Iris, gaat het? Gaat het met je? Ja. Holy shit, ik heb iemand vermoord! Oh nee, dit is niet goed uitgepakt dit. Oh jongens, dit is niet goed uitgepakt jongens. Pak alsjeblieft allemaal die geweren op, we moeten straks allemaal gaan... We moeten naar de Blue Street, weg hier! Luister! Nee, weg hier jongens, kom op, we moeten naar boven. Hoe hebben jullie geregeld dat iedereen ons zou redden hier? Ja. Holy shit. We zagen jullie. Fuck, ik ben jullie echt heel erg dankbaar, maar Bart... We moeten die geweren, we moeten die pistolen nu weg proberen te krijgen. Ik bedoel, als ze erachter komen dat wij die geweren allemaal hebben, dan worden wij alsnog allemaal opgepakt. Ik vind dit genoeg geweest. We moeten die guns wegwerpen. Ik wil niet meer dit leven leiden. Ik wil ook dit leven niet meer leiden. Ik ga gewoon mijn taak doen als wethouder van Sunnyville. Ik ben hier klaar mee en ik wil... Fuck, ik moet echt naar die psycholoog. Ik kan dit niet, Bart. Waar gaan we die guns weggooien dan? Wat is nu het plan? Ja, oké, jongens. Blue Street. Het plan is... We moeten de stad in gaan trekken. We gaan onze wegen scheiden. Ja, wapens niet in jullie handen houden. Ze zijn al weg. Joey, jij gaat ook gewoon de stad intrekken. Het is belangrijk dat die geweren allemaal weggaan. Dat jullie het verstoppen. Dat het gewoon weg is. Laten door de scrapyard, wat mij betreft, allemaal vernietigen. Het is heel belangrijk dat we dat nooit achter kunnen komen. Dat is jouw taak. Ja, geef die guns maar. Ik zorg dat ze weggaan. Inderdaad. Hier, alsjeblieft. Oké. Oh, fuck. Jongens, gaat het voor de rest allemaal met jullie? Het gaat wel. Het kan beter. Een keer geraakt mijn knie, maar het lukt. Oké, jongens, wat we nu moeten doen. We moeten de wegen scheiden. We spreken elkaar later wel. Ik wil jullie heel erg bedanken. Maar voor nu moeten we de wegen scheiden. Jongens, tot later. Heel veel succes. Ja, jullie ook. Jullie wel. Jullie ook. Bart, tot later. Holy shit, oké. Bart, kom anders even nog. We moeten samen even naar de Blue Street lopen. Of daar nog een probleem is, oké? We gaan naar de Blue Street. Fuck. Oh mijn god, dit is niet zoals we hadden verwacht. Nee, ik had dit ook niet verwacht, Bart. Ik heb gewoon iemand vermoord. We lijken wel een of andere criminele maffiabende. Ja, we lijken wel een maffiabende geworden, maar wat kunnen we anders? Ik bedoel, ons personeellid stond daar gewoon met een geweer tegen haar hoofd. Wat kunnen we anders doen? Ik bedoel, we hadden maar 10 seconden de tijd. Eén ding weet ik zeker. Ik ga straks met een cocktail in Sunnyville zitten. Ik ben hier gewoon klaar mee met dit gezeik. Oké, laten we naar de Blue Street lopen. Oh fuck man, we zijn simpele ondernemers. Sinds wanneer moeten we mensen vermoorden om zaken te doen? Ja, dat wil ik helemaal niet doen, maar ze gaan wel heel erg ver voor het geld. We moeten ons eigen personeel gewoon gaan verdedigen met geweld. Dat wil ik helemaal niet.
Weet ik wel weten dat ik lekker op het strand ga zitten in Sunnyvale als ja, dit inderdaad, over is. Ik ook. Holy shit. Holy, what the fuck gebeurt daar? Oh shit, nee! Nee, nee, niet doen! Oh, what the fuck, jongens? Nee, alsjeblieft niet! Holy shit! Wow! Dit was het dan alweer. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Mindtopia video hier op Dus David Craft. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Doe dat duimpje omhoog. Als we de 10.000 likes halen, zou super tof zijn. En wil jij meer Mindtopia avonturen zien? Ook van mij? Check dan even NL Game Minecraft. Linkje staat ook sowieso in de beschrijving. En wie weet tot daar, mensen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer hier op Dus David Craft. Maar dan met David. Bye bye.